Ja, ik zit hier naast Tim de Groot, general manager van Kaspersky Benelux UK en Nordics. Welkom Tim. Dankjewel. Ja, hier op de Dutch IT Security Day worden veel zaken besproken rond spannende cybersecurity ontwikkeling. Maar ik ben zeer benieuwd, Tim, wat voor cybersecurity trends jij ziet en ook uiteraard Kaspersky ziet. Ja, nou, het is eigenlijk gewoon een best wel ontwikkelende markt. Er gebeuren best wel wat dingen op dit moment op het gebied van cybersecurity. Je ziet echt aanvallen non-stop. En wat wij best wel veel zien is eigenlijk de ontwikkeling op het gebied van OT security. Dus, ja. Daar focussen we ook best wel wat op met Kaspersky. Waarbij veel bedrijven eigenlijk ook gewoon niet goed genoeg beveiligd zijn. Dus fabrieken die geen eigenlijk een security hebben op het gebied van hun, hun Windows-machines, maar ook hun netwerken. Ja. Die zijn vaak eigenlijk afgesloten van cybersecurity. Ja, maar je hebt wat te maken met de supply chain attacks, op dat soort zaken. Je hebt ook beroemde hacks al gezien. Ja. Hoe speelt Kaspersky daar zelf op in? Eventueel ook met partner-ecosystemen? Nou, met het partner-ecosysteem, we zijn eigenlijk 100% channel gefocust. Dus we werken eigenlijk alleen maar met de channel. Juist om de toegevoegde waarde te bieden samen met de resellers. Alleen als een vendor kan je het niet alleen oplossen. De kennis ligt lokaal. De resellers kennen de klanten. En vanuit daar werken we samen met de resellers en de eindklanten. En samen met distributie. Dus eigenlijk echt een systeem waarbij we eigenlijk vaak samen optrekken. Dus de klanten bezoeken het Kaspersky verhaal prediken. Ja, heb je specifieke toepassingen daarvoor om je OT beter te beveiligen? Dat hebben we zeker. We hebben, dat heet Kaspersky Industrial Cybersecurity. Ja. En daar beschermen we eigenlijk de nodes en de networks beschermen ermee. En wat het mooie is van het product is dat het eigenlijk binnen een security oplossing zowel je IT-netwerk als je OT-netwerk kan beschermen. Ja. En dat is een van de voordelen van ons product. Dus eigenlijk een complete totale security. Totale security IT en OT. Ja. Okay. En waarom is deze toepassing interessant voor IT-beslissers uit diverse branches? Want waarom zouden ze dan, want de IT-beslisser, die kiest niet alleen voor een stuk technologie, maar ook voor een stuk strategie en ook trusted advisor. Ja. Nou, eigenlijk is het grootste probleem is dat er gewoon veel bedrijven nog steeds zijn die gewoon niet beschermd zijn. Dus we komen best wel bij klanten die nog niet nagedacht hebben aan het beschermen van de industrie. En waarbij ze best wel vaak goede oplossingen hebben. De endpointmarkt is redelijk verzadigd, dus er zijn best wel wat concurrenten en heel veel bedrijven die eigenlijk al altijd standaard een endpointoplossing hebben. Nou, de industrie hebben er eigenlijk nog geen oplossing daarvoor en daar zitten de crux. Dus wat wij heel veel doen is gewoon het verhaal vertellen van waarom de cybersecurity nodig is voor het OT-omgeving. En we doen ook vaak scans om aan te tonen van wat gebeurt er nou in je netwerk. En vaak als we een scan al draaien, dan zie je al verkeer in het netwerk rondcijpen, zou ik maar zeggen. En daar schrikken de bedrijven van. Dus en dat is dan eigenlijk ons moment om dan te laten zien van, nou, er is al verkeer. Veel is het ook nog wel lastig. Dus de hackers die zitten wel in het netwerken, maar omdat het juist wat complexere materie zijn. Met Windows kan je bijvoorbeeld, iedereen kan, Windows is makkelijker aan te vallen dan bijvoorbeeld een SCADA-systeem. Dus dat moet echt veel meer een soort targeted attack worden. Maar ik verwacht binnen nu en een aantal jaar dat de aanvallen steeds veelvuldiger gaan voorkomen op de industrie. Omdat daar meer te halen is eigenlijk. Ja, want we zien ook in de presentaties die vandaag worden gegeven op Dutch IT Security Day, dat zeker door AI en machine learning de aanvallen verneidigd worden. Maar dat je ook daardoor eigenlijk ook met AI en ML ook beter kan verdedigen. Zie je dat ook? Dat zien we ook, ja. Dus wij zitten niet zozeer op het AI-stukje, maar meer op het machine learning-stuk. Dus wij zoeken echt anomaly. Dus wij doen ook zoekopdrachten op binnen die systemen van wat gebeurt er nou precies in een netwerk. En daar gaan we ook wel op anticiperen. Dus het is een lerend systeem waarbij wij informatie toevoegen om aanvallen te detecteren. En een van de dingen waarom we ook echt zo goed zijn op het gebied van ransomware aanvallen detecteren is onze machine learning technologie erachter. Wat geef jij de bezoekers mee, de channel partners, maar ook de IT-beslissers op naar deze Dutch IT Security Day? Nou, eigenlijk zou ik zeggen, doe gewoon je research. Praat met zoveel mogelijk verschillende vendoren en kijk wat het beste bij jou toepast. Dus er zijn heel veel vendoren en heel veel verschillende manieren om security te doen. En ik denk dat kennis verzamelen een van de belangrijkste dingen is. En ik denk dat het goede is wat Dutch IT doet om dat te faciliteren, om die mogelijkheid te bieden om in één dag heel veel verschillende partijen te spreken. Dankjewel, Tim de Groot. Dankjewel.